nooit zo dichtbij geweest. En ja, we zijn flink op tijd weggegaan, want het schijnt nu weer drama te zijn bij Schiphol. Maar we hebben alleen maar bagage om in het vliegtuig. Alles is mee in het vliegtuig, maar ik bedoel handbagage. Dus we hoeven niet in te checken, wat natuurlijk wel scheelt qua tijd. Ik heb er zin in, we komen wel pas rond 11:30 landen we. En dan wil ik wel gelijk nog even lekker een cocktailtje gaan drinken in de... 12:00 landen pas. Oh, 12:00. En ik heb nu luxe koffer, want die was leuk. Uiteindelijk denk ik rond 2:30 of zo. En we gaan nu onze eerste dag hier hebben. Dus we gaan nu naar Surfhouse toe. Dat is redelijk dichtbij. En dan gaan we kijken of we daar lekker kunnen ontbijten. Run me down, Demma, run me down. Count me out, Demma, count me out. Hold it down, Mia, hold it down. One man, army, Mia, hold it down. Cool it down, Mia, cool it down. Cut the flight, then I touch the side, and I cut the vibe, then I feel the high, then I feel the high, then I touch the side. It's a real bad move when you sneak up on them, and they can see you coming. Man, a real bad man, you cannot tell anywhere for me. We zitten al een tijdje lekker op het strand. We hebben een parasolletje gekocht, want ik kan echt niet meer zo goed tegen de zon als vroeger. Maar het is echt heerlijk en er staat best wel harde wind, wat het echt heel relaxed maakt. Dus we gaan hier lekker een paar uurtjes chillen. En dan gaan we daarna naar El Champagnet. Ik heb die tip van meerdere mensen gekregen en je schijnt er echt voor heel goedkoop mega lekkere cava en zo en lekkere tapas kunnen eten. Dus dat is een beetje het idee voor later, maar voorlopig zit hier nog wel lekker. En het is vandaag echt de allerwarmste dag. Dus vooral lekker gebruik maken van het strand. En we hebben dus een Polaroid camera meegenomen, die had ik laten zien. Alleen, we hebben net een echt mega leuke foto geschoten, maar het licht is denk ik niet goed. Dus hij zit er zo licht in de je ziet het heel slecht, dus we doen iets niet goed. Dat ben ik wel. Ja, we gaan even opzoeken waar het aan ligt. Het is 4:30, we hebben even lekker gedoucht, opgefrist van het strand. En we gaan nu even kijken of er een tentje in de buurt is waar we graag naartoe willen en of er plek is. En daarna gaan we naar Barcelona, naar de voetbalwedstrijd. Ik vind dat heel leuk. Ik hou van voetbal kijken. We hopen dat Frenkie de Jong speelt, uiteraard. En Depay misschien. Memphis. En Danjuma. En ja, ik ga even mijn outfit laten zien, want ik ben er heel blij mee. Dit is de outfit. Deze broek had ik bij de Zara gekocht. En deze ook. Maar het is zo leuk, vind ik het. Ik hoop dat het niet te warm is, een vrij dunne broek. We hebben lekker gedoucht, zoals ik al zei. En het tentje waar we naartoe wilden, dat is nog dicht. Dat gaat pas om 7:00 open.
Maar we moeten al eerder wat eten, omdat we naar de wedstrijd gaan natuurlijk. Dus we hebben nu iets anders leuks gevonden. Het ligt gewoon ergens achterin. Ergens in een achterstraatje. En we hebben een soort menuutje genomen, dus we gaan het proeven. Nu kijk je wel. Oeh, lekker hoor. Sangriaatje. Lekker, lekker. Smal sangria. Maar we gaan nu shotten. Oeh, lekker. En dan nu het moment. Very nice. We hebben heerlijk gegeten. En we hebben nog wel wat tijd over. Dus we gaan nu eventjes een stuk lopen richting het stadion. En dat kan gewoon over de Ramblas. Dus kunnen we daar een beetje winkeltjes bekijken. En dan kunnen we altijd nog een stukje de metro. Het is vandaag de tweede dag in Barcelona. Gisteren, ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik ben naar Barça gegaan en ik heb dus niks gefilmd. En we liepen terug en ik zei tegen Luc, volgens mij heb ik helemaal niks gefilmd. Ik ben het gewoon totaal vergeten. Ik heb een paar foto's gemaakt, dus die zal ik even implementeren. Beetje jammer, maar het was mega leuk. Het was niet hun beste wedstrijd helaas, maar we hebben zowel Frenkie als Depay zien spelen, dus dat is wel leuk. En we hebben ons nu klaargemaakt voor dag 2. En ik had nog niet echt verteld over onze woning, dus ik dacht dat doe ik nog even. Want we kwamen hier aan en toen bleek dat we een kamer hebben en dat we dit huis eigenlijk delen met anderen. Dat hadden we eigenlijk helemaal niet verwacht. We hadden wel iets goedkopers, want alles ging bijna vanaf 200 euro, omdat het momenteel hier best wel duur is per nacht. Dus we dachten, oh chill, we hebben toch iets betaalbaars gevonden. Toplocatie. Echt een toplocatie, want we zitten echt aan het strand gewoon. Maar het is dus wel een soort huis met 4 kamers. En je deelt dan 2 badkamers en een keuken. Dus toen we hier aankwamen was het wel even schakelen. Maar eigenlijk is het helemaal prima. We hebben nog nergens last van gehad. Het is allemaal mega schoon. De badkamer ook. Want elke keer als wij eruit gaan, dan is het best wel nat. Maar als wij erin gaan, is op een of andere manier die badkamer weer helemaal droog. En ik denk dat ze gewoon echt elke dag schoonmaken hier. Ja, en verder, we hebben ook niet echt last van dronken mensen of zo. Volgens mij zitten er allemaal redelijk volwassen mensen die, I don't know, niet uitgaan. Maar het is in ieder geval, we hebben nog nergens last van gehad. Dus daar zijn we mega blij mee. En ja, ik denk van tevoren hadden we sowieso dit niet gekozen. Want ik weet niet, dat was gewoon niet het plan. Maar we zijn er nu en we vinden het helemaal prima. Dus dat is dat. We gaan lekker dag 2 beginnen. Ik heb een lekker fleurig outfitje aan. En we gaan vandaag richting Sagrada Familia. En we willen Gaudi zien. Hoe heet het ook weer? Parkwell. Dus dat gaan we doen. Ik wil eigenlijk heel graag even slippertjes kopen. Want ik heb Birkenstocks bij me, maar die vind ik niet leuk. Maar dat zijn eigenlijk mijn eigen enige slippers. Ik had hele leuke gezien van UX met een plateauzool. Maar ik weet natuurlijk niet of ze die hier hebben. Maar we gaan het wel zien. En we gaan denk ik lekker ook ontbijten daar in dat gebied. Want ik had heel veel tips gekregen. En wij zitten echt dus aan het strand. Maar die tips zijn wat meer ja, echt in de stad. Dus als we daar toch moeten zijn, gaan we daar ook lekker voor ontbijt en zo naartoe. What the lucky guy. 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 What the lucky guy.
been lucky all my life, even with the wrong advice. Another common vice sparks the song of sacrifice. The act of rolling dice is rolling out to acting nice. Now I got an active wife who always gotta ask me twice. Put that task on ice, gasping at me. Dit is bij La Papa, een heel leuk tentje dat ik van Floortje heb gekregen. We hebben lekker avocado-toastje besteld en lekker drankje, dus we gaan helemaal zin in. En ja, we hadden een Polaroid bij ons, maar we hebben de eerste 8 foto's een beetje verpest. Omdat we hadden per ongeluk de camera weer open gedaan en er mag geen licht bij. Dus we hebben nu nieuwe Polaroids gekocht, dus vanaf nu kunnen we hopelijk leuk worden. Alles wat ik hier voorbij zie komen, vind ik er lekker uit. Dus, zin in! Kijk, ze zijn nu heel erg overbelicht. Maar we gaan nu een foto maken, hopen dat ze goed zijn. Want dit zie je niet heel goed. Eet smakelijk, Lucky. We hebben echt super lekker gegeten. Het was wel echt veel. En we lopen nu richting de Sagrada. Maar we hebben net het nieuwe rolletje erin gedaan. Of de nieuwe Polaroid. Maar hij doet het nog steeds niet. Dus nu denken we dat er iets met de camera is. Dat is wel jammer. Ja, dat moet wel. Dus we gaan nu... we moeten gewoon hun een berichtje sturen. Maar het is gewoon jammer dat ze dan geen foto's hebben in Barça. Ik denk niet dat ze dat horen. Ik weet niet of je iets hoort eigenlijk. Maar het is hier echt zo leuk. Kijk, al die bomen mooie. Ja, maar... Oké, dit klinkt heel dom, maar je snapt het toch wel? Yo, al die containers hier zo. De containers. Ja, die zijn minder mooi. Dus het is nu een half uurtje lopen. En dan gaan we lekker redden. Dus ik had al gaan we lekker bewonderen. De Sagrada Familia was mooi van buiten, maar we zijn er niet in gegaan. Ik moet zeggen, we zijn ook vrij snel weer doorgegaan. De bomen zijn mooier. De bomen zijn mooier. En we lopen nu richting Parkwell. En dat is ook weer een half uur lopen. En naar Sagrada was ook een half uur lopen. Maar dit is gewoon steep heel. Nee, we zijn een uur gelopen. Eerst naar de La Papa. Een half uur, toen naar de Sagrada. Ja, dus we hebben al een uur erop zitten. En nu nog een half uur. Dus ja, ik doe mijn pet veel op. Omdat omdat ik laatst in Italië best wel veel last had van de warmte. Zo was ik vroeger helemaal niet. Dus dat is wel apart. Maar helaas. Dus ja, dat. Maar we hebben even een pauzetje, want... Wij hebben gisteravond, nog nadat we waren bij Camp Nou, hebben we 6 kilometer naar huis gelopen. Omdat de metro was dicht en alle busjes zaten helemaal vol. En we probeerden nog een Uber, dat lukte niet. Die zat wel heel de tijd bezet, dus we hebben uiteindelijk 6 kilometer naar huis gelopen. Dus ik zei altijd geluk, ik denk dat ik ga afvallen in plaats van dat ik lekker aankom hier. Van dat al dat eten. Maar ja, ook goed. Beter. Beter. Oké, nou we gaan weer. Joejoe. Dit is het uitzicht. En even kijken hoor. Dit gebouw helemaal in de verte. Daar vandaan hebben wij gelopen door deze hele stad. Je hebt een beetje Gaudi op je rug, lijkt het net. Het lijkt net of je Gaudi op je rug hebt. Maar het is 8. Gaudi.
lijkt gewoon alsof hij, ook als die beat weer komt, kan hij gewoon maar even zo doen. Leuke zijn er bijna. Don't paint me thankless, just have to say this. No, you down the way you move. Lost in your fragrance, still makes me anxious. Doesn't feel right knowing you. You never show me, you tell me the way that you're feeling. Feeling, oh. I never ask you the questions, cause maybe I'm fearing. Fearing, oh. That's just how it goes. Maybe there's parts of you that I'll never know. Eten en we zijn bij Periquet. We hebben een hele lekkere smoothie. En dit is echt een tapas restaurantje. De hammen hangen hier ook allemaal. Ik zal het even laten zien. Baila, 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 esta rumba taitana, que yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré, esta rumba taitana, que yo siempre cantaré.